In Boer zoekt vrouw is dit seizoen een 57-jarige vrouw te zien. Zij is Claudia, ze heeft een biologische boerderij en doet acupunctuur voor haar dieren. Ergens diep in Normandië vinden we Claudia, klaar om een nieuwe man in haar leven te verwelkomen. Met haar overleden echtgenoot en twee dochters verliet ze 20 jaar geleden haar geboortestad met grote dromen. Ze verruilde een veilige baan als doktersassistente voor het leven van een boer en ze vindt het geweldig. Claudia wil niet terug naar Nederland omdat haar dochters, die momenteel uitwonend zijn, nog in de buurt wonen. Ook al gaan ze vaak naar huis om bij hun moeder te eten, toch geven ze Claudia 's avonds een soulmate om mee te praten. En Claudia zelf is het hiermee eens, want ze houdt er niet van om alleen naar feestjes te gaan en dan weer naar huis te gaan. Welk type man zou geschikt zijn voor het leven van die boerin? Het moet een zelfstandig type zijn dat ook eten maakt of de koelkast aanvult. Zo makkelijk. Claudia is trouwens altijd druk met werk, verder heeft ze actieve hobby's. De nieuwe man zou eigenlijk niet de oppas moeten zijn. Als het werk het toelaat, luncht hij ze graag en gaat ze graag nieuwe dingen kopen in kringloopwinkels. En met een beetje zon vind je de hardwerkende vrouw op rustige stranden ergens midden in de uitgestrekte natuur van Normandië. Natuurlijk zit geluk ook in de kleine dingen, dus een glas donkerrode wijn bij het eten doet ook je mondhoeken krullen. Laten we hopen dat er leuke singles voor haar naar Normandië komen, mensen als de Bourgondiërs. Hy vọng rằng những người độc thân tử tế sẽ đến Normandy vì cô ấy, những người Bourgondi.